Hoi allemaal, het is super leuk dat jullie er zijn voor weer een nieuwe video. In de video van vandaag gaan we weer een kerstboom optuigen en weer een nieuw thema laten zien. En dit keer laat ik jullie zien het thema sneeuwboom. Voor het thema sneeuwboom is het handig als je een boom hebt zoals dit. Die dus eigenlijk al bedekt is met sneeuw. Want dat is toch wel ja, het mooist voor dit thema. Natuurlijk kun je ook gewoon een groene boom zoals dat gebruiken. Maar dan zul je toch echt wel randjes wat nep sneeuw moeten gaan toevoegen. Om het echt een hele mooie sneeuwboom te maken. Voor deze video gebruiken we deze. Dit is een hele mooie sneeuwboom. Dus die gaan we hiervoor gebruiken. Wat een hele leuke slinger is voor de snoepjes sneeuwboom is deze. Dus het is eigenlijk zo'n doorzichtig draadje en daaraan zitten dan kraaltjes. Echt van die pluizige kraaltjes, van die sneeuwbolletjes en gewoon van zulke kraaltjes. Dit zijn dus, eigenlijk is dit iets wat je wel zelf kunt gaan maken met watjes of met echt van zulke balletjes als je die kan vinden bij een hobbyzaak. Wat van die doorzichtige kraaltjes erbij en je hebt een hartstikke mooie slinger voor je sneeuwboom. Het is allemaal een beetje zo verspreiden, zodat het echt lijkt op, ja, op sneeuw. Op stukjes sneeuw wat in je boom hangt. Voor het sneeuwthema gebruiken we elementen zoals schaatsjes, kerstboompjes, kleine uiltjes, sneeuwpopjes, mooie witte glinsterende ballen. Eigenlijk alles wat van sneeuw is, eigenlijk alles wat wit is. Dit is echt een op en top witte boom. Deze had er niet mee al. Dit zijn hele leuke sneeuwachtige ballen. Heel leuk om de boom mee te versieren. Ook dit soort ballen zijn prachtig om toe te voegen aan dit thema. En dit is ook een van mijn favorieten. Wat ook een mooie bal is, is deze hier. Boom van hout. En ja, zoals je kan zien heeft dit een heel mooi effectje. Wat ik ook heel erg mooi vind in het thema zijn van dit soort ballerina's. En die eerste heeft ook zo'n sneeuwige tutu aan. Dus ja, heel erg leuk voor in de boom. Dit soort kaarsjes vind ik ook heel erg mooi erbij passen gewoon. Dan heb je nog een hert wat heel erg mooi is voor de boom. En dit is dan eigenlijk de sneeuwboom. Vond je dit nou weer een leuke video? Dan geef het dan een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet om te abonneren als je dit nog niet hebt gedaan. Heb je dit al wel gedaan, kun je nog even op het belletje drukken. Dan krijg je namelijk een notificatie elke keer wanneer er een nieuwe video online staat. En ja, ik zou het echt super leuk vinden als je bij de volgende video weer bij bent. We hebben nu twee thema's gehad. Een snoepjes sneeuwboom, die staat al op het kanaal. En vandaag hadden we dus de sneeuwboom. Nou gaan we volgende video weer bezig met een nieuw thema. Dus ja, wees daar ook zeker bij. Hartstikke gezellig. En dan zie ik jullie graag in die video weer. Tot dan! Doei!